la 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 corona, dat we niet zo dicht bij elkaar mochten staan. We gaan vandaag de orde van de sprouwjager uitreiken, zoals net al gezegd, aan een persoon, stichting of vereniging die iets betekent voor Gent. Nou, dat zal dadelijk een verrassing zijn wie dat is. U weet, wij zijn een club van tradities, folklore en wij willen graag het kerstfeest en alles wat daarmee te maken heeft in stand houden. En een van mijn voorgangers heeft ooit bedacht, geef een bloemetje weg aan iemand, zomaar uit het publiek. En dat ga ik nu doen. Hey. 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 Langzaam lopen. Nou, dit keer zijn ze voor u. Wil Basten bekend gaat maken wie de orde van de sprouwjager krijgt. Het is er stil van. Onder auspiciën van de stichting Carnavalsgezelschap de Gentenaren heeft het sprouwjagersgilde wel overwogen de orde van de sprouwjager te verlenen aan Videogroep De Berichten. Voor het maken van de video-uitzendingen voor de bewoners van Sint-Jozef, Gent. En voordat we de oor konden uitreiken en het beeld, zouden we normaal een toelichting geven waarom dat gebeurt. En ik heb de burgemeester bereid gevonden om die toelichting te geven zoals wij hem als sprouwjager bedacht hebben. Maar dan krijg ik een extra cachet. En dan ga ik het ook nog een beetje naar mijn eigen hand zetten, dus kun je nagaan. Nou, van harte proficiat. Ik vind dit een prachtig initiatief. Hè. Jullie doen dit al 45 jaar als Sprouwergilde. En ik moet zeggen dat ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar als burgemeester ben ik ontzettend blij met alle vrijwilligers die wij hier in Gent hebben, maar sowieso in Lingewaard. En dat is wat mij betreft even een applaus waard. Zo wij gaan. Ja, want zonder jullie zou Gent, zou Lingewaard echt minder mooi, minder leefbaar, minder aantrekkelijk zijn. En jullie doen dit volgens mij al 30 jaar, heb ik begrepen. Jullie maken een vierwekelijks bericht hier van ons dorp. En dat doen jullie vooral voor de mensen die in Sint-Jozef zitten. Maar ja, ik begrijp ook dat jullie op YouTube te zien zijn. Dus voor degenen die nog niet gekeken hebben, ga naar YouTube. Vierwekelijks doen jullie dat en jullie verslaan dan alles wat hier in het dorp gebeurt. En jullie, nou, ik zie al lachende gezichten, dus jullie hebben daar heel veel plezier hebben jullie daaraan. Jullie verslaan niet alleen, zoals vanavond, de verlichte optocht, maar ook allerlei de kersenfeesten, andere carnavalsevenementen. Maar ook hebben jullie hier de verbouw van de kerk en omgeving, maar ook de renovatie van de staatsliedenbuurt filmen jullie. En ja, jullie halen iedereen halen jullie dichtbij. En ik begrijp dat ze in Sint-Jozef echt ontzettend blij zijn met jullie. En dat zelfs familie en vrienden die daar komen, die kijken graag naar jullie berichten. Dus nogmaals, van harte gefeliciteerd. En ik weet niet aan wie ik de beeld en de oorkonde mag geven. Ja. De voorzitter, van harte gefeliciteerd. Dank u wel.
Dankjewel, van harte gefeliciteerd. Maar we hebben nog een aantal hoogwaardigheidsbegrepen die ook graag hun woordje willen zeggen. En ik zou Prins Kuan willen uitnodigen, als je daartoe in staat is, want hij is over het algemeen de laatste. Of hij dit gezelschap wat wil toespreken. Ja, uiteraard. Sinds dat Janneke en ik met Prinsenpaar zijn van Sprouwennest, hebben we nog meer gezien hoeveel initiatieven, vrijwilligers en wat er allemaal gebeurt in ons dorp. We dachten dat we alles al gezien hadden, maar we hebben nog maar de helft gezien. En wat jullie doen, vooral voor onze oudere mensen in Sint-Jozef, dat is fantastisch. Dus ook wij vinden deze dik verdiend. Van harte gefeliciteerd, topprestatie. Ja, namens de wasknippers natuurlijk ook van harte gefeliciteerd. Het is een mooi ding wat jullie doen. En ik moet eerlijk zeggen, ik maak er af en toe ook wel gebruik van. Want van de week hebben we de bejaardenovend gehad. En ja, dan ben je met zoveel dingen bezig. Ik heb van mij ergens teruggekeken. Dus namens mij ook heel hartelijk dank. Mis ik niks meer. Het is altijd mooi om hier weer op zondag te kunnen staan. En ik ben altijd trots om hier in dit dorp geboren te zijn en nog steeds iedere dag te kunnen leven. En als ik Gent verlaat, en dat doe ik meestal 5 dagen in de week als ik moet werken, want anders ben ik hier natuurlijk, dan moet ik altijd uitleggen dat het echte Gent niet in België ligt, maar hier in Nederland, met DT. En dan moet ik ook altijd uitleggen wat Gent betekent en wat het is om in Gent te kunnen leven en wonen. En het is eigenlijk niet zo heel moeilijk, want we hebben in Gent bijna meer feesten dan dat er in een jaar dagen zijn. En dankzij jullie kunnen we dat ook altijd weer terugzien en kan iedereen dat ook meebeleven. En dat vind ik hartstikke mooi en daarvoor enorm bedankt en dik verdiend. Anna! Nou, hij heeft de voornaam al genoemd, maar ik zal mijn achternaam ook nog even noemen. Mijn naam is Harry Schaars en ben een van de vrijwilligers van de berichten. En ik wil graag namens de berichten de burgemeester bedanken voor het overreiken van de Orde van de Sprouwenjagers. En het beeldje, het bronzen beeldje, dat de Sprouwenjagers ons toekennen, dat vinden wij prachtig. En we zijn daar ook heel erg blij mee. En we willen dus ook de Sprouwenjagers hierbij bedanken. Thanks for watching. Please like and share the video in social networks and we'll be right back to you as fast as we can. And don't forget to give us a like.